vandaag woensdag 22 april. En ja, ik heb de kleren aan van gisteren. Mijn camera is leeg. Ik heb make-up nog op, maar het is nu 9:30. En ik had bij Milan geslapen. Maar mijn camera was dus leeg. Dus die moet ik gelijk eventjes in de oplader doen. En mijn vlog voor vandaag kon daar niet uploaden. Omdat de wifi gewoon echt ruk was. Hij deed er 5 uur over. Terwijl ik zit hem nu hier net thuis aan. En hij doet er nu 19 minuten over. Dus dat is echt heel erg chill. En ik heb om 10 uur online les. Dus ik ga nu even snel douchen. Camera in de oplader doen. En dan zie ik jullie na mijn online les helemaal fris en fruitig. En ga ik aan deze dag beginnen. Waarom ben ik altijd zo buiten adem van die trappen? Ik ben klaar met mijn online les. Duurde uiteindelijk ongeveer tot 11 uur of zo. Ook heb ik het tweede deel van de Hogeschool van Amsterdam voor mijn inschrijving gehad. Dus dat heb ik ingevuld. En nu moet ik wachten op een mailtje voor de studiekeuzecheck. En moet ik daar een datum voor prikken. En dan ben ik als het goed is helemaal ingeschreven. Maar we hebben natuurlijk wel gisteren te horen gekregen dat scholen tot 1 juni sowieso nog niet open gaan. Dus ik hoop echt oprecht met heel mijn hart dat 1 juni de scholen wel weer open gaan. Want ja, officieel hebben wij tot onze school tot 15 juli school, zeg maar, les. En dan begint onze vakantie pas. Dus dan zouden we nog 1,5 maand hebben voor de laatste examens die we moeten maken. Gelukkig heb ik tot nu toe alles gehaald. Dus hoef ik nog maar 4 examens die op de planning staan. En als we 1 juni weer naar school kunnen, dan moet dat gewoon te halen zijn voor de zomervakantie. En anders heb ik geen idee wat er gaat gebeuren. Ik heb Engels helemaal gehaald, Nederlands helemaal gehaald, rekenen helemaal gehaald. Mijn ondernemingsplan heb ik ingeleverd, is goedgekeurd. Die hoef ik alleen nog maar te pitchen. En voor de rest acne en shiatsu en zo en al die praktijkvakken heb ik allemaal gehaald. Alleen we waren nu bezig met bindweefsel. En hierna krijgen we additioneel. Dat is zeg maar voeding en met de zon en dat soort dingen. Dus daar zouden nog 2 van bindweefsel en 2 van additioneel van komen. Die van additioneel praktijk wordt een theorietoets. Dus voor additioneel hebben we 2 theorietoetsen. En voor bindweefsel hebben we een theorie en een praktijk. En als het goed is moeten we dan op een familielid of gezinslid die praktijktoets gaan uitoefenen. Want ja, we zijn toch al met familie om ons heen. En op 1,5 meter afstand en zo. Dus we hopen echt, volgens mij heel de klas hoopt het echt, dat het gewoon door kan gaan. Want ik wil gewoon mijn diploma voor de zomervakantie. Maar goed, ik heb me eventjes omgekleed, gedoucht gedaan. Make-upje opgedaan. En dit is wat ik vandaag aan heb. Shirtje is van H&M. Ik vind het echt hele chille shirtjes. Zijn maar 8 euro of zo. En ze staan onder basics volgens mij op de H&M site. Dan dit shortje van de Zara. Die heb ik vorig jaar gekocht. Dus een leren shortje. En daaronder heb ik mijn groene Isabel Marant. Mijn camera stelt niet echt scherp volgens mij. Maar oké. Dit is trouwens nog steeds de status van de muur. Ik ga hem vandaag samen met Milan verder, verder dat witte spul eraf halen. Mijn vader die had verteld dat we het nat moeten maken. En dan met deze dingen het eraf moeten schrapen. We hebben ook nog grote. Dus dat gaan we vandaag proberen. Het is trouwens gelukt. Oh, een beetje tegenlicht. Het is trouwens gelukt met het editen van mijn video en erop te zetten. Dus ik kom zo meteen gewoon om 12 uur lijn gelukkig. Maar ik moet Miel wel zo meteen bij hem thuis halen. Want ja, ik ben natuurlijk vanmorgen heel erg vroeg weggegaan. En hij kan niet met de auto komen. En ja, zijn scooter is ooit kapot gegaan. Dus daar kan hij ook niet mee komen. Dus ik moet hem zo meteen ophalen. Dus dat ga ik zo eventjes doen. En we gaan vanavond bij mijn moeder eten. Dan gaan we lekker visje eten. En Joy en Sam zijn er ook. En als het goed is ga ik ook volgens mij Joy haar nagels doen. Ja, dan hoop ik echt oprecht dat mijn kamer heel snel af is. Want ik word gek van deze bende. Kijk hier ook. Oh, verschrikkelijk. Oké, ik ga het alvast eventjes proberen met het nat maken. Ik ga eerst eventjes warm water pakken. Oké, wat mijn vader dus zei is je moet er eerst warm water opspuiten. Heel eventjes laten intrekken. En dan kan je het er daarna, als het goed is, dus zo afschapen. Dit is koud water nu. En ik ga het niet laten intrekken omdat ik over 5 minuten Miel ga ophalen. Maar ik wil het gewoon eventjes proberen. Dus ja. Maar het gaat wel een heel lange klus duren om heel deze muur te doen. Dus Milan mag mij zo meteen lekker gaan helpen. Oké,
Want ik wil dat eigenlijk wel helemaal af hebben vandaag. Want hieronder zit nu zeg maar de betonnen muur. Maar in een betonnen muur zitten natuurlijk af en toe wat gaatjes en dingen. Dus dan wil ik die eigenlijk morgen of van het weekend met mijn vader gaan opvullen, die gaatjes. Zodat ik daarna kan voorstrijken en er verf overheen kan doen. Oh my god, je krijgt het echt fucking makkelijk af als het nat is. Chill. Oké, mijn doel wordt om vandaag deze hele muur papiervrij te hebben. En wat ik trouwens ook ga doen is even dit neerleggen. Ik heb natuurlijk, of natuurlijk, ik weet niet of jullie dat weten. Maar ik heb dit kastje, die heb ik toen geërfd van mijn overgrootoma. Zij was toen overleden en ja, dit kastje wilde ze eigenlijk wegdoen. Maar toen had ik aan mijn opa gevraagd of ik hem mocht hebben en dat mocht. Want ik vind dit echt een heel erg mooi kastje. Maar hij was dus eerst deze kleur. Gewoon die bruine kleur van binnen. En daar heb ik toen deze kleur verf overheen gedaan. Daar heb ik toen destijds heel lang geleden ook een video over gemaakt. Maar ik weet niet of je het goed kunt zien. Even kijken. Kijk, er zitten gewoon allemaal vlekken op van theeglazen, waterglazen. En bij mijn moeder in de schuur, of in de kelder, staat dit kleurtje verf nog. Dus die ga ik dan vanavond meenemen. Zodat ik morgen hem eventjes een beetje opnieuw kan verven. En heel misschien, kijk, die stoel die gaat weg. Ik moet eventjes een keer schoolvel ervoor bellen. En dit stoeltje die is nu natuurlijk wit. Die ga ik denk ik ook die groene kleur verven. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dat de accenten in mijn kamer een beetje dat groen worden. Want ik heb hier ook een kaarsdingetje staan. Die is met groens van de Xenos. En verder is het een beetje goud. En deze kleur wordt Urban Taupe. En ik moet het plafond ook even fixen. Maar deze kleur wordt dus Urban Taupe. Die had ik dus in mijn vorige kamer. Dat is nu mijn broertjeskamer. Zal ik wel even laten zien. Kijk, deze kleur wordt het. En daar vind ik dat groene kleurtje wel heel erg mooi bij. En dan ga ik gewoon een beetje groene en oudroze accenten doen. Want ik vind dat wel heel erg mooi samen. En dan met die kleur muur. Dat is dus Urban Taupe van Flexa. En ja, die komt dus hierop. En dat vind ik wel heel erg leuk. En dan een mooi wit dekbed overtrekje. En leuke kussentjes erop en zo. En dan dat kastje naast mijn bed, lekker groen. En die wordt dan groen. Daar staat een groen kaarsje. En hier heb ik weer wat roze dingetjes. Dus dat lijkt me wel heel erg leuk, die combinatie van roze en groen. Ik ga nu eventjes mijn tanden poetsen, want dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik me hier ophalen. En dan zien jullie mij zo meteen weer als wij, denk ik, de muur verder gaan doen. Ik denk dat we daarmee gaan beginnen vandaag. Ik ben weer thuis en er is een pakketje binnengekomen. Er is ook een pakketje binnengekomen van Naked. Alleen dat kan ik nog niet laten zien. Want ik weet nog niet wanneer de kortingscode geldig is. Oeh, dit is wel een beetje heel laag. Oké, ik heb als eerst een pakketje binnengekregen van Little March Official. Daar mocht ik wat oorbelletjes uitzoeken. Heel schattig. Kleine ringetjes met gekleurde steentjes eraan. En ringetjes met sterretjes. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar die heb ik dus in ieder geval gekregen. En dan had ik nog een bestelling geplaatst bij Dream Beach voor deze dingetjes. Ik had ook nog ergens anders sieraden besteld of kralen besteld om te maken. Maar die zijn dus nog steeds niet binnen. Ik hoop echt dat die vandaag of morgen komen. Maar ik heb allereerst deze kraaltjes. Ja, ik denk dat je het echt niet goed kan zien. Maar er staat love op. Dan heb ik nog van dat dunne witte koord om van die sunny koords mee te maken. En dan heb ik nog wit satijnen koord en beetje roest oranje satijnen koord. Dus wij gaan even boodschappen doen en eten. Het is de volgende dag. Het is vandaag namelijk donderdag. Maar ik wil nog heel erg graag iets toevoegen aan deze vlog. Want zoals ik gisteren vertelde, had ik een pakketje binnengekregen van Naked. Alleen ik wist nog niet helemaal wanneer de kortingscode geldig zou zijn. Dus kon ik nog niet laten zien. Maar ik heb net een bericht gekregen dat die kortingscode dus voor jullie vandaag en morgen. Dus vrijdag en zaterdag geldig is. Dus ik dacht, ik laat toch nog eventjes zien wat ik heb gekregen. Dat is misschien wel heel erg leuk om te doen. Ik heb 5 topjes uitgekozen. Kortingscode staat altijd in de beschrijving. En de linkjes zullen ook in de beschrijving staan. Ik ga nu alleen de items gewoon zo aan jullie laten zien. Maar wil je nou weten hoe het bij mij staat en zo, dan moet je eventjes naar mijn Instagram gaan. Want dat staat daar allemaal in de story. Maar ik dacht, ik vind het wel leuk om jullie te laten zien. Omdat het namelijk hele leuke topjes zijn. Oké, als eerst een groene. Ik heb alles in een maatje 34 besteld. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom. Misschien ging het een beetje automatisch. Want normaal bij Naked bestel ik altijd een maatje 32. Omdat Naked best wel groot valt.
Dus ik hoop dat ik het pas en niet zo dom ben geweest om alles in de 34 te bestellen. Maar goed, als eerst dit groene topje. Oh, deze moet denk ik wel passen. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ze hadden deze ook nog in het rood en in het wit. Maar die witte had een beetje, ja, een soort ouderkleurige bloemetjes of zo, ik weet niet. En dit is een schoen met witte bloemetjes. Hier zit papier in. Dit is van zo'n lekker rekstofje, dus dat rekt gewoon lekker mee. En dan heeft hij van die mooie mouwtjes. Ik hoop echt dat ik deze pas. Maar dat kunnen jullie dus allemaal op mijn Instagram story straks zien. Maar in ieder geval deze in 34. Dan een andere blauwe top. Zoals ik al zei, het zijn dus allemaal tops. Geen broeken of zo. Omdat, ja, ik vind topjes gewoon heel erg leuk nu. Oh, deze is ook heel mooi. Deze. En hij ziet er nu een beetje gekreukeld uit. Maar ik hoop dat je het idee een beetje snapt. Aan de achterkant heeft hij ook weer zo'n rekstofje. En is die ook weer een beetje cropped. Net zoals die groene, die is ook cropped. Oh, en dit is ook heel chill. Ik voel hier een soort van elastiek stukje waardoor het goed blijft hangen en niet afzakt. Maar hier aan de voorkant is hij dus een beetje gepoft. Met zo'n dingetje in het midden, zo'n naad. En dan zit hij zo heel erg mooi. Ja, zo. Ook weer in een maatje 34. En deze hadden ze ook nog in andere kleurtjes. Maar ik vond deze blauwe kleur wel heel erg leuk. En ik denk ook wel dat deze moet passen eigenlijk. Ik ben ook toch blij dat ik een 34 heb genomen. Dan deze. Deze ziet er wel een beetje groot uit. Maar dit is dus een hemdje. Maar met zo'n zeg maar soort van uitloop. Zodat hij in je taille strak zit met een centuurtje. En dan loopt hij wat wijder uit. Echt heel erg leuk. En het is ja, een beetje. Het is niet echt kant. Maar het is ook niet echt een egaal stofje. En dit is dus de achterkant. En dat vind ik nog het leukst. Kijk nou hoe leuk. Deze had ik op zich denk ik wel in een maatje 32 kunnen nemen. Maar dan een zwarte top. En deze zag er op de site echt heel erg mooi uit. Voor bijvoorbeeld uit eten of zo. Deze. Dit is ook weer een beetje hetzelfde idee als die blauwe. Dat die schouders zo recht omhoog zitten. En aan de achterkant sluit hij dan met 3 touwtjes. Wat het wel weer een stukje meer sexy maakt of zo. Het voelt wel een beetje als goedkoop spul aan. Ja, ik wil niet onbeleefd doen. Maar het voelt een beetje aan. Ja, gewoon als prima kwaliteit een beetje. Maar dit is een soort van bloemen. Op druk. Kan heel erg leuk zijn. Ik hoop dat het ook heel erg leuk is. Dus die. En dan als laatste nog een witte top. En dat is deze. Die vind ik echt heel erg schattig. Je kan wel merken wat voor soort topjes ik de laatste tijd leuk vind. Maar ook deze heeft weer hier dat elastiek zitten. En dan weer met van die mooie bandjes omhoog. Ook hier zit weer elastiek op het randje, zodat ze niet van je schouders afzakken. Wat ik echt heel erg slim bedacht vind. Maar die vind ik ook heel leuk. Deze vind ik heel erg leuk, denk ik, op een spijker mom jeans of zo. En dan een paar gave sneakers eronder. Dus, dat zijn alle items die ik van Naked heb mogen ontvangen. En dan ga je nu weer verder kijken naar de rest van deze dagelijkse vlog. En wil je nou zien hoe dit allemaal staat, moet je eventjes op mijn Instagram kijken. Oké, we zijn terug van boodschappen doen. Ik heb eventjes deze fles met warm water gevuld. Dus ik ga het nu een beetje op de muur sprayen. En dan een beetje in laten trekken. En dan hoop ik dat ik het er zo af kan halen. Zodat het een beetje goed nat en doorweekt is. We zijn hoeveel uur verder? Ik denk 2 uur of zo. 2 uur verder? Denk ik wel. En de muur is eigenlijk zo goed als papiervrij, als je het zo kan noemen. Er zitten nog wel wat kleine stukjes, zoals hier. Ik weet niet of je dat kan zien, die gele puntjes en zo. Maar ik krijg er dat er gewoon echt niet af. Ik heb even aan mijn vader gevraagd hoe we dat. Of dat gewoon kan blijven zitten, of dat we dat gaan schuren of zo. Ik heb geen idee. Maar voor nu is het even klaar zo. Het is nu 4:15. We gaan eventjes naar de Action rijden. En dan daarna door naar mijn moeder. Want ik wil eventjes een gouden spuitbus. Om deze handvaatjes goud te spuiten. En de zijkant van Muse Whiteboard. Dat gaan we nu eventjes doen. En dan gaan we naar mijn moeder. En dan gaan we daar lekker eten. Ik ga mijn nagels eraf halen. Of een nagedeelte. Ik ga eerst het topcoatlaagje eraf veilen. En dan ga ik morgen de rest doen. Want ik ben nu bij
mijn moeder. Oh, hier heb ik niet die remover staan, die zetten met mijn vader. Dat is hoe ze het nagel. Oh ja, bedankt. Ik ben dus een beetje mijn nagellak eraf aan het halen. En ik had geen geduld om te wachten tot morgen of vanavond thuis om het netjes te doen. Dus ik ben het eraf aan het trekken. Heel slecht, jongens. Nooit doen. Maar ik wilde jullie nog eventjes iets laten zien. Ook van Pink Jellac. Heel leuk. Want heel veel mensen kunnen nu natuurlijk niet naar de nagelsalon en dingen doen. Maar als je dus wel je eigen nagels wilt doen, is er dus nu ook van Pink Jellac een hele handige set. Ik heb deze opgestuurd gekregen en je hebt verschillende soorten. En zit er ook een verschillend soort kleurtje in. Ik zal de andere er ook eventjes bij pakken. Deze drie. Je hebt als eerst deze. En hier zit een nude kleurtje in. Nude pink is dat. Dan heb je deze en hier zit lipstick red in. En dat is een hele mooie rode kleur. Echt heel erg leuk. En dan heb je nog deze Ibiza pink. En dat is echt een fel, fel roze kleurtje. In zo'n set zit eigenlijk echt alles wat je nodig hebt. Ik ga het even laten zien. Als eerst zit er natuurlijk een sticker bij voor de ledlamp. Kleur die er dus in zit. Dit is bijvoorbeeld lipstick red. Het is echt een heel erg mooi rood kleurtje. Die. En dan zit er nog... Dit zijn allemaal trouwens gewoon full size producten. Dan zit er nog een primer in. Daar begin je altijd mee op de nagels. Een base coat en een top coat. Ik zal eventjes in het i'tje de video linken waarin ik laat zien hoe ik dit allemaal gebruik. En een beetje uitleg en zo. Maar morgen ga ik mijn nagels nog een keer doen. Dus ik kan het eventueel dan ook wel laten zien. En dan zit er natuurlijk de ledlamp bij. En deze is kleiner dan die ik bijvoorbeeld heb en die ik hier gebruik. Dit is de grote en dit is de kleine. Maar daardoor is het wel heel makkelijk om hem ook mee te nemen op vakantie. Hij zit gewoon dus op qua stekker en zo. Je hoeft er geen batterij in te doen. Gewoon een aan- en een uitknopje. Super handig ook om mee te nemen. En dan zitten er nog van die, hoe noem je dat ook weer? Van die wipes of zo. Geen idee hoe je dat noemt, maar van die doekjes. En hier zit dus dat cleanserspul op waar je van tevoren je nagels mee van moet maken. En dat zijn dus nu de nieuwe setjes die ze hebben bij Pink Jellac. En de nagellak blijft ongeveer 14 dagen zitten. Soms langer, soms ietsjes korter, maar ongeveer 14 dagen. Maar ik dacht, ik vertel het eventjes en laat het eventjes zien. Want het is misschien wel handig voor de mensen die nu niet naar de nagelsalon kunnen, maar toch hun nagels willen doen. Dan kun je dus bijvoorbeeld zo'n setje aanschaffen. En mijn hoofdlijn is volgens mij 70 euro, maar ik zal een linkje ervan in de beschrijving zitten. Jullie zitten vast. Wij gaan nu lekker kibbeling eten. Even een stoel pakken, want we zijn met te veel. Waar ga jij zitten van hier? Hier wel. Ik ga wel hier. Jullie mag gewoon zo tegenover elkaar zitten. Ja? Dan ga ik gewoon naar maken. Kibbeling, kibbeling, kibbeling. Laat even zien, man. Oh, dit is een lekkerbek, of niet? Twee. Van mij. En van mij. Heb jij een lekkerbek? Weer vier keer opgedrukt, zeker. Ja, gewoon in de kamer en in de woonkamer. Vorige keer had die spierpijnman van vier keer opdrukken. Kunnen jullie dat zelf even verdelen? We zijn weer terug bij mijn vader, want ik moest nog mijn vlog voor morgen bewerken. Dat had ik nog niet gedaan. En het is nu 8:30. We hadden lekker kibbeling gegeten, zoals jullie konden zien. En ik heb Joy door nagels gedaan. Maar ik was vergeten te filmen, maar... Dit is het gehoord. Ik zal even een blaadje in beeld zetten. Echt heel leuk. Het had allemaal verschillende roze kleurtjes. En ik heb dus ook nagellak van mijn moeder meegenomen. Zodat ik morgen mijn eigen nagels kan gaan lakken. En dan wil ik dit maken. Alleen dan gewoon op mijn eigen nagels. Dus niet die lengte. Maar met allemaal verschillende kleurtjes. Dus dat heb ik meegenomen om morgen te gaan doen. Daar heb ik heel veel zin in. Maar nu moet ik dus mijn video bewerken. Ik heb ook echt zoveel zin om morgen lekker mijn haar te wassen. Want het is echt nodig. Dus ja. We gaan trouwens in de kamer van mijn broertje slapen. Omdat het hier gewoon echt één grote troep is door dit en zo. En wat nu, als het goed is, het plan is. Is omdat er gewoon nog best wel veel hobbels en bobbels in zitten in het beton. Zeg maar, je hebt overal nog een beetje kleine gaatjes en zo. Gaan we, als het goed is, van dat hele dunne behang halen. Gewoon egaal behang. Dat gaan we dan behangen. En dan ga ik daar overheen ga ik verven.
Dus ik denk dat ik dit weekend of zo met mijn vader eventjes ga halen. En dan daarna ga ik het dan zelf verven. Dus dat zal ik ook wel in een vlog laten zien. En morgen ga ik een beetje mijn kamer opruimen wel weer. Zodat we morgen wel gewoon in mijn eigen kamer kunnen slapen. Maar vannacht gaan we nog eventjes in mijn broertjes kamer slapen. Ik ben klaar met het filmen van mijn video van gisteren. En in de video van gisteren ging ik aan jullie heel mijn uitzet laten zien. En terwijl ik het aan het bewerken dacht, dacht ik, hè? Er ontbreken wat hier, maar waar is dat? Ik overal zoek, ik kon het nergens vinden. Dus ik heb de trap gepakt. De trap opgelopen. En ja hoor, ligt het gewoon hier. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon nog eventjes aan jullie laten zien. Maar dan in de vlog van vandaag. Want het zijn wel hele leuke dingetjes. Allereerst heb ik deze snijplank. En dan zou je denken, waarom de fuck heb je al een snijplank voor je uitzet? Maar ik had een samenwerking met Xenos. En sorry, het licht hier is niet heel goed. Maar oké. Ik had een samenwerking met Xenos. En ja, ik vond dit gewoon een hele mooie snijplank. En dan zou je denken, wat is er mooi aan een snijplank? Maar dit is dus van mangohout. En Milan die heeft in de meubelzaak gewerkt. En hij zegt altijd, mangohout is echt een mooie zaak. Dus ik dacht, weet je, ik kies gewoon wat snijplanken uit. Dus als eerst een grote ronde. Ik dacht, dat is leuk om lekkere hapjes op te zetten of zo. Dan heb ik deze. En ik weet niet of je het goed ziet, maar er zit een soort van deukje in. En dit leek me dan weer bijvoorbeeld heel erg leuk om, als we bijvoorbeeld later in huis sushi eten of zo, of met vrienden sushi gaan eten, om hier dan zo die sushi rollen zo op neer te leggen. Dus die. En dan ga ik jullie eventjes een beetje verplaatsen, want ik ben bang dat jullie eraf gaan. En dan heb ik nog een snijplank. En deze is eigenlijk ook een beetje voor hapjes en sushi. En dat is gewoon zo'n hele rechte. En deze drie zijn dus alle drie van mangohout. En dan heb ik het allerleukste. En hierdoor dacht ik van, huh, ik had ook veel meer. Dit is ook van Dana & Home. En dit is dus de allerleukste flesopener ooit. Echt, wie denkt er als eerst aan een flesopener bij het verhuizen? Niemand. Maar ik heb hem alvast voor later. Kijk nou hoe leuk. Het is dus een panter. In het goud. Is ook best wel zwaar. Ook van de H&M Home. Dus heb ik afgelopen zomer gekocht. Echt te leuk. En wat het nog leuker maakt, is dat er bij passende servetringen bij zitten. Nou, die moest ik natuurlijk ook hebben. Kijk nou even hoe leuk. Ik weet niet of je het goed kunt zien, maar het zijn de servetringen met dezelfde kopjes als dit. Hoe leuk is als je dus bijvoorbeeld met z'n vieren gaat eten of zo. En een leuke tafel heb gedekt. Mooi. Met die servetringen. En dan zo heel leuk die fles opener op tafel. Ja, ik vind het echt geweldig. Maar ik dacht dus van, hé, waar is dat gebleven? Want ik had dat toch gekocht en bla bla. En nou, ik lag dus op mijn kast. Omdat het dus niet meer in die uitzetbak, zeg maar, paste. Ik ben mijn make-up er aan het afhalen. En ga lekker slapen. En morgen ga ik dat kastje een beetje opnieuw verven. En dat stoeltje ook, denk ik. Ga ik ook groen maken. Ik ga mijn nagels lakken. En als het goed is komen die kralen binnen. En dan ga ik die leuke sunny koorts maken. Als je dat wil zien, moet je morgen lekker kijken. Voor nu slaap lekker. Doei!